Tijdens explosieve buiensituaties werken neerslag-apps vaak onder de maat. Op dat soort dagen regent het ook klachten. Want mensen worden nat terwijl ze hadden gedacht dat ze droog zouden blijven. Of andersom, ze worden niet nat terwijl de app dat wel aangeeft. Ook voor meteorologen is het heel moeilijk om aan te geven waar buien gaan vallen in dergelijke situaties. We kunnen wel een regio aangeven en ook wel een tijdsduiding. Maar of de bui nu precies boven Breda of boven Tilburg gaat ontstaan, dat is erg lastig. Prognoseradarbeelden die worden gemaakt op basis van een actueel radarbeeld. Als er neerslag op dat radarbeeld is te zien, dan kan het worden gebruikt voor de prognosebeelden. Is het droog, dan zal de komende 2 uur het prognosebeeld ook droog weer laten zien. Want het houdt geen rekening met de ontwikkelingen in die 2 uur. En tijdens explosieve buiensituaties kunnen er heel makkelijk in korte tijd stevige buien tot ontwikkeling komen. Maar die zie je dan niet in het prognoseradarbeeld. Soms gaat het wel binnen een kwartier. Dat betekent dus ook dat u misschien op de prognoseradar heeft gekeken en gezien heeft dat het droog blijft. Maar als die buiten tot ontwikkeling komt, u toch nat wordt. Het kan ook andersom. Stel dat u op de prognoseradarbeelden heeft gezien dat er een bui aankomt, dan is het zomaar mogelijk dat zo'n bui ook net zo snel weer verdwijnt. Met name in zomerse situaties als de eerste buien ontstaan, wil het nog wel eens gebeuren dat buien net zo snel weer oplossen, omdat het nog te droog is rond de bui. Zo'n bui regent dan heel snel uit. U denkt dan misschien, ik ga nat worden in verband met de bui, maar de bui is alweer verdwenen als het zover is. Er kan zich ook nog een ander probleem voordoen. Stel dat de bui wel is meegenomen door de prognoseradar. De trekrichting van de bui die wordt bepaald op basis van de laatste actuele beelden. Als de bui naar het noordoosten trok, dan zal de bui ook in de prognosebeelden doortrekken naar het noordoosten. Maar buien zijn eigenzinnig, zeker de grote exemplaren. En die willen zomaar nog wel eens van richting veranderen. En dat betekent dat u misschien eerst wel een bui zag aankomen, maar dat die op het laatste moment afbuigt naar een andere richting. En dan blijft het gewoon droog. Andersom kan dat natuurlijk ook een probleem zijn. Want u bleef het droog volgens de prognoseradarbeelden. Maar omdat de bui plotseling is gaan afbuigen, komt die toch recht over u heen. En dan hebben we bij zware buien ook nog te maken met het volgende probleem. Als zo'n zware bui tot ontwikkeling is gekomen, dan komt er vervolgens een stortregen uit of hagel en heel veel koude lucht. En die koude lucht die wordt vooruitgedrukt en die kan warme lucht forceren op te stijgen. En op die plek kunnen dan ook weer buien tot ontwikkeling gaan komen. Maar waar dat precies gebeurt, dat is heel moeilijk aan te geven. Wel kunnen die buien heel snel oppoppen. En die zitten natuurlijk ook niet in de prognoseradar zolang ze nog niet ontstaan zijn. Weerapps die prognoseradarbeelden laten zien, hebben het gewoon moeilijk met dit soort explosieve buiensituaties. Wij geven dan ook als tip mee om vaker te kijken naar zo'n app, omdat die prognose steeds kan veranderen. Kijk niet iedere 2 uur, maar kijk bijvoorbeeld ieder kwartier of iedere 20 minuten in dit soort situaties. Ook is het verstandig om naar de lucht te kijken. Grote stapelwolken die ontstaan kunnen buien verraden. Ook is het zo natuurlijk dat we vaak donkere luchten zien binnenschuiven. En in dat geval komen er ook buien uw kant op. De apps presteren nu eenmaal gewoon beter bij grootschalige neerslag. Bijvoorbeeld bij een front. Neerslaggebieden trekken dan met een gelijkmatige snelheid voorbij. En dan is er beter te prognosticeren.